Hallo? Hij is er. De update is er. Ik neem het op vanaf een tablet. Het is op een Android tablet. In de Apple, in de Google Play Store is hij nu officieel aanwezig. En ik heb hem geüpdate. Ik kan hem dus niet zo mooi opnemen zoals bij iOS, want iOS is er nog steeds niet. Ik klik op oké. Ik weet nog steeds, ik heb geen idee hoe het werkt. Het is nu het eerste moment dat ik het zie. Maar, wat gaan we doen? We klikken hier. We gaan naar settings. Het eerste wat mij hier bij settings opvalt is dat er nu een Pokémon Go Plus optie is. Nou, Pokémon Go Plus komt geloof ik vrijdag uit. Deze app is alvast klaar ervoor. Nou, dat is één. Maar nu, de buddies. Waar zitten ze? Ik denk dat de buddy Pokémon hier ergens zitten. Oh, er valt hier iets. Oh. Ik denk dat ik hier een buddy moet zoeken. En dan gaan we eerst even kijken naar... Amber, zet ik hem op. Want ik heb hier ergens een Charmander die ik wil lopen. Deze, dit is mijn allereerste Charmander. En hier zit niet het buddy systeem. Gaan we naar Appraise. Oh, ik loop veel te snel terwijl ik zit. Dit ziet er alvast anders uit. Even kijken. My Attention, nou het is niet de fantastische, maar dit scherm is zoals je ziet ook weer anders geworden. Waar kan nog meer het buddy systeem zitten? Het buddy systeem zou misschien kunnen zitten bij mijn poppetje. Gaan we hierheen. Zelfde uit, hier misschien onder. Kijk, buddy! Ik heb hem gevonden. Het buddy systeem. En wie wil ik als mijn buddy? Ik neem deze. En zo ziet het er dus uit, mensen. Ik kan met hem gaan lopen. Voor elke 3 kilometer krijg ik een candy. Nou, dat is wel heel erg cool. Ik zie hier bovenaan staan 0 kilometer in totaal gewandeld. Dat klopt. Als ik hierop klik. Wil je je buddy wisselen? Ja, dat wil ik. Hij zegt hier dat alle progress, alle voortgang die ik tot nu toe heb gehaald, verloren raakt. Ik weet niet of dat echt waar is. Op het internet zeggen mensen niet zo is die al langer hebben, maar ja, ik weet het niet. Wat ik wel weet is het volgende. Dat als je Pikachu zou nemen en je loopt 10 kilometer met Pikachu, dan, nou ja, ik zal het even laten zien. Nu ziet het er zo uit en als ik Pikachu neem, wisselen, ja, ik wel. Waar is... Ah, oh, daar ben je. En ik maak kan gewoon elke Pikachu pak, want ik heb geen super speciale. Nu je buddy. Goed zo. Ziet er nu zo uit. Maar als ik 10 kilometer heb gelopen, komt hij op mijn schouder te zitten. Dat is een easter egg, dat is een leuk grapje, een geheimtje. Dus als je met Pikachu gaat lopen, komt hij daar te zitten. Ik weet niet of het met andere Pokémon ook zo is, maar met Pikachu is het wel zo. Nou, even kijken. Kan ik nog hier iets zien? Nee, hij is hier niet. Maar kijk eens, daar is hij wel. Daar beneden. Dus dit is het eerste. Ik ga zo meteen even lekker wandelen. Gaan we kijken of er inderdaad wat bij komt. Het schijnt ook dat de GPS veel beter is geworden. Dus ik ga even een paar rondjes in de buurt lopen en dan gaan we kijken hoeveel erbij is gekomen. Dus tot zometeen. Maar net nu ik klaar ben om het van de Android tablet op te nemen, check ik op mijn telefoon en kijk, op mijn telefoon heb ik het ook. Dus ik ga het zometeen niet een wandelingetje doen met die Android, want ik ga het gewoon doen met mijn telefoon. Dat geeft een veel betere beeldkwaliteit en dat ziet er veel leuker uit voor jullie. Ik ga wel met Pikachu lopen. Waarom? Omdat als ik nu even op Pikachu klik, kijk, het ziet er ook veel mooier uit zonder een rare gezichtsmasker. Dan hoef ik maar 1 kilometer voor een candy te lopen. En dat is veel beter te doen dan dat ik een hele coole kies en dan in één keer 5 kilometer moet lopen. Want ik wil het jullie gewoon laten zien. Dus 1 kilometer kan ik lopen zonder een probleem. En 3 of 5 kilometer is gewoon een beetje te veel voor dit filmpje. Maar het is er dus ook op iOS. En dat is wel heel erg cool. Nou, hier is hij. Ik kan hier de voortgang zien. Dat gaan we zo meteen zien door hem aan te raken, je buddy. Krijg je dit zien, krijg je dit te zien, krijg je extra informatie erover. Het systeem is er.
Dat is heel erg fijn. Nou, als ik ga vangen, kijk of er dan iets speciaals te zien is. Ik zie trouwens inderdaad een gebruiker op... een kijker had gezegd waarom ik altijd om 9 uur 41 alles opnam. Nou, het is nu geen 9 uur 41, maar dit is gewoon de tijd die Apple eraan geeft. Dus dat is gewoon wel grappig. Dat was me eigenlijk nooit opgevallen. Hij staat ook op 100%. En van alles staat er allemaal aan. Nou, even deze opname. Ik ga even naar buiten toe. En dan ga ik jullie laten zien hoe dat eruit. Nou, ik ben nu buiten. Ik ga zo meteen rondlopen. En waar je op moet letten is als jij naar dit versnelde filmpje kijkt, zie je dat ik natuurlijk ook even wat Pokémon tussendoor vang. Maar als je naar het Pikachu-icoontje kijkt daar linksonder, dan zal je zien dat die niet geleidelijk volloopt, maar dat die eigenlijk om de zoveel tijd even verspringt. Net zoals het bij de eieren gaat. Verspringt die, loopt die elke keer even vol. Ik heb het nu even gekeken. En dat is dus wel iets waar je rekening mee moet houden. Als je dus heel erg veel zigzagt in je route, dan zal hij het misschien niet zo goed opnemen. In ons geval leek het erop alsof het heel goed ging. Zie je, hier is hij even een klein stukje versprongen. En dat gaat dus de hele tijd zo door. Hij gaat dus niet geleidelijk, maar met sprongetjes vult hij zich aan. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Nou, ik ben even wat verder gesprongen in het wandeltochtje. Want ik ga natuurlijk niet de hele wandeltocht laten zien. Het is gewoon rondlopen en wat Pokéstops pakken. Maar je ziet het ook, hij gaat weer even een normale tempo. Nu ben ik er bijna. Nu ben ik bijna op het moment dat hij klaar is met zijn 1 kilometer. Het verschilt natuurlijk per Pokémon, maar deze is voor 1 kilometer. En als je die 1 kilometer klaar hebt, dan zie je dat het dus weggaat. En Pikachu found the candy. En er staat dus Pikachu candy plus 1. Dat is waar je het natuurlijk voor doet. Dus hij gaat weer terug naar 0. Kan je weer opnieuw beginnen met lopen. Daarboven zie je ook staan dat ik 1 kilometer heb gelopen in totaal. Dus het wordt gewoon bijgehouden hoeveel kilometers je ermee loopt. Dit is best een leuke extra uitbreiding. Jullie hebben net kunnen zien hoe ik die kilometer heb gelopen en welk berichtje je dan krijgt. Je krijgt gewoon een berichtje met Your Pikachu has found the candy. Je hebt een candy gevonden, dus je krijgt er gewoon een berichtje over. Nou, het systeem werkt. De tracking is ook redelijk goed. Je ziet beneden zie je het Pikachu-icoontje en die loopt vol. Het is wel dat hij niet continu meevult, maar om de zoveel tijd even een ping doet. En dan kijkt hij hoe ver je bent gelopen. Dus hou daar rekening mee. Veel bochten maken kan zorgen dat je minder geregistreerd wordt. Als je wil weten hoe het er nou uitziet met een andere Pokémon, dan gaan wij gewoon, hier naartoe. En even kijken, ik wil mijn progress is lost. Dat is niet zo erg, weet je. Ik overleef dat wel. Ik ga nu even naar Number toe, want ik heb namelijk hele grote Pokémon. Waar is Snorlax? Want jouw Pokémon hebben namelijk allemaal... Oh, wie heb ik aangeklikt? Dat is de grote vraag. Ik heb geen idee wie ik heb aangeklikt. Ik heb Venomoth aangeklikt als mijn buddy. Nou, dan zie je hem naast je vliegen. Ziet er ook leuk uit. Was niet de bedoeling. Die wilde ik niet hebben. Even kijken. Ik wilde een andere hebben. Zo. Ik wilde namelijk een hele... grote. Even kijken. Waar is het? Nou, Onyx is volgens mij wel een grote. Dan kiezen we Onyx als buddy. En hoe ziet dat eruit? Nou, ziet hij er groot uit of niet? Dit is echt een gigantische Pokémon als achtergrond. Dus dat ziet er al heel leuk uit. En volgens mij, als je een hele kleine Pokémon als achtergrond neemt, zit die ook al op je schouder. Dus is het bij Pikachu echt alleen een special iets. Even kijken, een hele kleine. Waar is een... kijk, dit is klein. Ik denk niet dat het kleiner dan dit wordt. En Caterpie zit inderdaad al op je schouder. Nou, dit zijn dus een beetje de formaten. Zo ziet het er allemaal uit. Het verschilt inderdaad. Alle Pokémon hebben hun eigen plaatjes. En is er nog eentje die ik wil zien? Nou, er is nog wel één Pokémon die ik wil zien. Ik wil toch die Snorlax. Het duurt even, want dan moet ik een hele lijst voor doorscrollen. En dat is gewoon heel erg ver. Lowrose, Ponyta, Muk, Onyx, Hypnos, Kinglers. Misschien ook wel heel stoer om naast je te zien staan. Rhyhorn lijkt me ook een hele grote.
Mr. Mime, eigenlijk, ja, oké, okay, nou ja. Ik ging voor Snorlax. Waar ben je? Hier is Snorlax. Wat is misschien ook wel heel grappig om Mr. Mime naast je te zien. Nou, Snorlax is now your buddy. En die is ook gigantisch. Dit is inderdaad ook een hele grote Pokémon. Nou, ik ga zo meteen weer terug zetten op Pookie Pikachu. Ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen laten zien hoe het buddy systeem eruit ziet, hoe het werkt. Dus vergeet niet op je poppetje te klikken, op de drie streepjes te klikken. En dan zie je hier Buddy staan. En dat is iets wat heel erg handig is. Gratis candy, je hoeft alleen maar voor rond te lopen. Scheelt weer, want nu kan je dus niet meer zomaar bij een loer zitten en niks doen. Op je fiets gewoon even het spel aan hebben, in je broekzak houden en je krijgt er gewoon kilometers bij. Dit is een hele leuke uitbreiding en die zorgt er weer voor dat mensen weer gaan wandelen. Nou, tot de volgende keer voor meer Pokémon Go. Ik ben blij dat deze update er eindelijk is, want we hebben er lang op moeten wachten. En hup, naar buiten met je Pokémon en ga lekker wandelen. Tot de volgende.